Wat zijn uw meest memorabele momenten? Ja, mijn meest memorabele moment is het laatste moment geweest dat ik in het parlement was. Niet omdat ik wegging, maar omdat we geprobeerd hebben met toch onze fractie, met nog een aantal mensen, om het nieuwe mestactieplan, als u zich dat herinnert, in de maand mei van 2019, een goed jaar geleden, hadden wij toch heel veel bezwaren tegen dat mestactieplan en hebben wij ook alle trucken van de voor gebruikt om die stemming te vertragen, om vooral de meerderheid tot inzicht te brengen en aan te tonen dat het decreet langs geen kant en deugde, reflectienotas, goedkeuring, verslag, zodanig dat eigenlijk het Vlaams parlement nog de woensdag of de donderdag voor de verkiezingen van dezelfde week is bijeen moeten komen om dat decreet goed te keuren. Het is memorabel geweest omdat sommige mensen verweten mij een soort chagrijnigheid, maar dat was het eigenlijk niet, maar het is een principiële kwestie. En ik kom er straks nog op terug, denk ik, want heel die landbouwtoestand is iets onwaarschijnlijk moeilijk in de politiek. Maar dit was eigenlijk het toppunt van onbegrip. Vooral bij de meerderheid, niet willen inzien dat de problemen ernstig zijn en als je ze ernstig wil aanpakken, dat je dat ook stevig moet doen. En dat is niet gebeurd en dat hebben wij ook, ook vanuit een soort chagrijnigheid zeker, hè, onze alle wapens ingezet die we konden om daar tegen in te gaan. En dat heeft niet geresulteerd, tot mijn spijt, in een beter decreet. Dat decreet is gestemd, maar ondertussen zijn we dit jaar verder en is er al allerlei te doen geweest over het falen ervan. Wat mij sterkte in de overtuiging dat we toen helemaal juist waren. Maar het is ook wel heel erg onderbouwd. Maar goed, dat is dus het parlement en zoveel tientallen mensen extra doen naar Brussel komen, doen vergaderen. Maar soms moet je doorzetten om ook te tonen dat het menens is. Wat zijn uw slechtste herinneringen? Eentje heel concreet. Ik heb de vorige regering, de regering Bourgeois, maar toen Sven Gats minister van Cultuur was, die hebben alle decreten die te maken hebben met lokaal beleid, lokaal cultuurbeleid, jeugdbeleid, sport, als de drie belangrijkste, die decreten afgeschaft, zeg maar. En die gelden overgemaakt aan de gemeenten, tot daaraan toe, kan je zeggen. Hè? Op zich zou ik er zelfs nog geen probleem mee hebben. Maar men heeft eigenlijk de verwezenlijking van 40 jaar samenwerking tussen de Vlaamse overheid en de lokale overheden in één keer in de vuilbak gekieperd, vanuit de gedachte, nu kunnen de lokale besturen dat zelf. Terwijl daar maar heel veel mensen gedurende die decennia aan gebouwd is. Men kon veel verantwoordelijkheden geven aan gemeenten, uiteraard, maar niet alles overboord kappen. We zijn nu enkele jaren verder nog maar. De gevolgen laten zich nu voelen. Natuurlijk, corona verkleurt ook alles. Maar dat die band verdwenen is. Goed beleid. Hè? Goed beleid komt niet tot stand door banden door te knippen, maar door banden aan te halen. Maar ook goede afspraken te maken wie wat doet. Kijk naar het beleid deze dagen. En de mikmak van bestuursniveaus die in mekaars weglopen. Hè? Of tegenstrijdige beslissingen nemen. En dus in die zin was dat voor mij een pijnpunt, omdat ik zelf in mijn kabinetsperiode ook heel hard aan die decreten had meegewerkt. Omdat we gezien hebben dat gedurende 30, 40 jaar ook in Vlaanderen het aantal culturele infrastructuren, cultuurcentra, openbare bibliotheken, theaters, noem maar op, sterk gestegen was, de cultuurparticipatie sterk gestegen was. En dat kwam precies door die samenwerking. En dat is eigenlijk weggekapt. En mijn andere slechte herinnering is het feit, ik ben dus ook heel veel met landbouw bezig geweest, hè, agricultuur en cultuur. Dat is allemaal cultuur, dat in de landbouwsector gesprek en overleg en compromis niet mogelijk is. Met name, je zit aan de kant van de landbouworganisaties, vooral van sommigen, of je zit er niet aan die kant. En er is ook geen enkele bereidheid om met elkaar in gesprek te gaan. En er zijn zo voor het aantal decreten geweest rond de rampenfonds en de, weet u wel, de slechtweerverzekering. Hè. Dat zal nu ook alweer eens boven komen met die hitte en terecht. Bekommernis is waarbij de meerderheid dan doorduwt, de mestactieplan genoemd, hè, doorduwt om een aantal zaken te realiseren. Ministers van Landbouw zijn in mijn herinnering marionetten van belangen die ze zelf klakkeloos overnemen. En dan nog zeggen,
Maar waar ik altijd twijfel als ik in de ogen kijk of ze het eigenlijk wel menen. Maar goed, blijkbaar is ook landbouw zo'n duidelijk mondiaal verhaal geworden dat het ook ontsnapt aan de politieke impact van Vlaanderen. Hè. Dat is natuurlijk ook waar ter vergoelijking van dat verhaal. Joke Schouwvliegen heeft er met haar cynisme ook haar rekening voor betaald, hè, een prijs voor betaald. Hè. Toen ze wat vroeger dan verwacht baanruimde voor Koen van den Heuvel. Wat zijn uw verwezenlijkingen? Ik heb 64 decreten mee ingediend of als indiener. Daarvan zijn het merendeel gestemd. En er, vreemd genoeg, ik heb dus de eerste 5 jaar zat ik in de meerderheid. En de daaropvolgende 10 jaar in de oppositie. Interessant om te vergelijken, hè, voor mezelf. Ik ben betrokken geweest bij de meeste decreten, bij veel decreten rond cultuur en media. Meest bij cultuur. Ook als ik in de oppositie zat. Mee onderhandeld met de meerderheid. Hè, en samen ingediend. Dus, en het is typerend, denk ik, voor de sector cultuur in de breedste zin dat die de krachten wat bundelt. Hè. Weet je, het is politiek niet de topprioriteit. Daardoor gaan mensen misschien sneller met, over meerderheid en oppositie heen met elkaar praten en samenwerken. En ik heb er ook zelf veel voor gedaan, misschien ook door die inzet. Er is in ieder geval, ik ben bij de meeste van die decreten mededader geweest, tussen aanhalingstekens, van het decreet. En dat gaat dan over sociaal cultureel werk, over de kunsten, over erfgoed enzovoort, noem maar op. Maar het belangrijkste decreet daarvan is het kunstendecreet geweest. Hè. Ik heb van in de kabinetsperiode tot het laatste decreet was ik mee-indiener van het kunstendecreet zoals het vandaag bestaat. Met pijn in het hart dat er weer eens bespaard is geweest in de vorige legislatuur. Met pijn in het hart dat de sector nu zo belemmerd wordt door corona en het handelen. En dat ook daar blijkbaar bij veel politici weinig begrip is. En een derde is ook weer met cultuur te maken, ik heb er al een link mee gelegd, is wat ik zou noemen die samenwerkingsbereidheid in de commissiecultuur. Hè. Ik noem ze de team spirit van de commissie. Dat is altijd wel zo geweest, maar ik was ook commissievoorzitter. En ik heb altijd zelf al heel veel aandacht gehad aan de opbouw van die team spirit. Aan de ploeggeest, om het in een sportterm te zeggen. En niet in kleine politieke tegenstellingen te denken en over het muurtje te durven kijken. En het belang van de samenlevingen, van artiesten, van erfgoedzorgers, van sociaal-culturele werkers in oogschouw te nemen, van circusartiesten, van televisiemakers, noem maar op. En dat is eigenlijk vrij goed gelukt. En ik vind, een van mijn verwezenlijkingen is net dat uitzonderlijke van die commissiecultuur, die teamspirit. Ik heb daar op de bank en later van voor op de bank aan meegewerkt en ik en daardoor toch geprobeerd om zoveel mogelijk collega's in alle partijen, meerderheid en oppositie, te overtuigen van dat belang. Het kan nog altijd veel beter. Maar die teamspirit vind ik voor mezelf wel een verwezenlijking. Het heeft ook te maken, denk ik, met het feit dat veel leden van die commissie, mezelf inbegrepen, dicht bij dat veld staan, er veel mee te maken hebben, hè, en er grote gevoeligheid voor hebben. Of zelf artiest zijn of zo, of muzikant zijn, ik ben dat ook. En dat helpt je wel om daar ook beleidsmatig over te denken. Je weet wat het betekent, hè, in de praktijk. En het is niet alleen theoretisch. Toen Jan Bon bekend werd dat hij minister van Cultuur werd, was iedereen, wauw, eindelijk is de minister-president die de portefeuille van cultuur opneemt. Dat zal eindelijk dat belang van cultuur verhogen, onderstrepen. Hè. En toen zei ik, ik geloof er niks van. Hè. Volgens mij doet hij dat alleen omdat de N-VA absoluut vanuit de eigen partijvisie en ideologie cultuur wil gebruiken als een vehikel voor hun identitaire ideologie, om die in de praktijk te realiseren. Maar ja, ze moesten natuurlijk ook een bijdrage leveren aan de besparingen. Bij het begin van de lezing, eigenlijk cynisch als je nu die coronakosten optelt. Van, hè? Wat een cynisme, dat je duizenden mensen gaat pijn doen met dit soort besparingen bij het begin van de legislatuur toen. Vanuit totale onkunde. En keuze maken om de projectsubsidies quasi af te schaffen.
sterk te verminderen. Niet beseffende wat een soort van samenhang er is tussen projectsubsidies, structurele subsidies, ingroei, doorgroei, uitgroei, wat de betrokkenheid is met alle sectoren die er rond zitten, ook economische sectoren zoals gezegd. Ja, we hebben een reserveminister van cultuur bijna nu, hè. Dat komt het op neer. Hè. De reserveminister van de minister-president en die zeer afwezig is. Met een kabinet die er nu wel is en die wel luistert naar het veld. Maar is dat nu een verbetering? Weet je wat we nodig hebben? Een minister van cultuur moet iemand zijn die artiesten, erfgoedwerkers, sociaalcultuurwerkers graag ziet. Hij moet geen specialist zijn. Hij moet ze graag zien. En je moet zich omringen met de beste mensen die hem kunnen adviseren om daar een heel sterk beleid uit te puren. En je moet zijn politieke macht gebruiken om het belang van cultuur en de enveloppe die erbij hoort op de begroting, om die te versterken en te maximaliseren. Dat is de rol van de minister van cultuur. Je moet niet zeggen wat cultuur moet inhouden, daar zijn artiesten voor en werkers voor, allerlei op het terrein. Maar je moet zijn politiek gewicht gebruiken. En dat hebben ze in geen geval tot vandaag gedaan. Wat is het grootste pijnpunt van het Vlaams parlement? Dat is eigenlijk geen moeilijke voor mij. Dat is niet zo moeilijk, omdat het grootste pijnpunt van het Vlaams parlement is dat de dominantie van de Vlaamse regering, de kabinetten en de partijen die de meerderheid vormen op het beleid zo groot is, die dominantie, die druk, dat het parlement eigenlijk verworden is in grote mate tot een huizen van ja-knikkers en dan opposanten die dan hard moeten schreeuwen nog een beetje aandacht te krijgen, maar dat de stem, de kracht, de macht van een parlement in een democratie helemaal uitgehold is. En dat is een straffe uitspraak, ik ben me daar goed van bewust. Ik heb het 15 jaar meegemaakt, ik kan het niet erger zeggen dan zo. Het is gewoon verschrikkelijk. En dat komt natuurlijk omdat we moeten werken met coalities van zeer uiteenlopende partijen, kijk naar de federale regeringsvorming die totaal niet lukt, hè. Naar partijen die heel ver van elkaar afliggen en die dan ook tot de laatste komma discussiëren over een regeerakkoord en dan nog eens over beleidsnota's, cultuur enzovoort, hè. Zodat elke komma en elk punt al vaststaat voor de regerings, voor het parlement mag beginnen vragen stellen of beginnen controleren of beginnen decreten schrijven. Alle initiatief berust bij de regering en met corona is het gewoon nog veel slechter geworden. Omdat door die digitale vergaderingen, door het gebrek aan fysieke aanwezigheid, behalve de woensdagmiddag, ook geen ernstige, grondige debatten, fundamentele debatten plaatsvinden. Je moet je hand opsteken, je moet klikken op, dat, op je Zoom of op je Teams om binnen te geraken. Je krijgt de anderen hun fysieke hun beeldtaal niet te zien. Uitdrukkingen, reacties, gekucht en gezucht en ze zijn niet in beeld of piepklein. Dus ik bedoel maar, door dat soort politieke systeem, maar ook door het feit dat voor heel veel parlementsleden van de meerderheid de ultieme droom is minister worden. En om minister te worden moet je natuurlijk braaf in de pas lopen van je partij. Of toch redelijk braaf. Anders word je gewoon geen minister. Hè. En dus, en je moet ook je eigen partij, minister van je eigen partij, niet kritisch bevragen natuurlijk in een commissie of in een parlement. In de plenaire moet je steunen. Hoe durf je je eigen minister kritisch? En laat staan ook een minister van een andere partij, weliswaar van dezelfde meerderheid. En dus krijg je een heel bevreemdend spektakel waarbij de autonomie van een parlement. Je moet eens kijken naar hoe de Tweede Kamer fungeert in Nederland bijvoorbeeld. Waar parlementsleden ook voor de eigen partij en ministers vaak heel erg kritisch zijn. Omdat een parlement natuurlijk de volksvertegenwoordiging is. En daar moet je ook de toetsing van je eigen partijprogramma en je eigen maatschappijvisie confronteren met het beleid dat gevoerd wordt door een regering. En dat gebeurt haast niet. En je ziet het ook aan decreten, die worden altijd door de meerderheid, van door de kabinetten en administraties voorbereid. Zelfs al worden ze als voorstel van decreet ingediend, dat is allemaal fake. Hè. En dus dat evenwicht is grondig verstoord. Hè. En je merkt het wel, er zijn hier soms wel eens een paar parlementsleden, Shihan El-Kawak,
skibie die dan heel erg kritisch durft in de aan het kotsen als iedereen zegt zich een aap, maar wat er nu gebeurt. Maar eigenlijk zou dat de courante gang van zaken moeten zijn. Niet gewelddadig, niet met grote woorden. Dan krijg je en bij de meerderheid een kritische stem die hun eigen minister doet nadenken, maar ga je bij de oppositie ook een mildere tonaliteit krijgen. Want die radicaliteit van vandaag bij de oppositie is natuurlijk het gevolg van het feit, je hebt alleen wit en zwart, er zijn geen 120 reis. En blijkbaar, die zijn er wel in de politiek natuurlijk, maar je ziet die niet meer. Hè? Je ziet alleen de twee extremen. Ook niet bizar. Kijk naar de verkiezingsuitslagen, het wordt allemaal in de hand gewerkt. Er krijgt een polarisering, extreem rechts, extreem links, zijn in opmars. En die polarisering in de samenleving, ja, dit parlement is daar eigenlijk de eerste stap naartoe en de eerste uiting van. Alsof je in de oppositie nooit een zinvol voorstel kan doen. En alsof je in de meerderheid nooit eens een kritische vraag zou kunnen stellen. Wat hebben we nu? Dus en natuurlijk, het hangt samen met die particratie. Dus partijen beheersen ook die mandaten die ze aanstellen, sturen mee kabinetten aan, controleren heel de winkel. Dus ja, dit parlement is relatief onmachtig. Ja, dat, daarmee gelinkt eigenlijk een ander pijnpunt is het feit dat allerlei goede voorstellen die je kan doen of andere collega's doen, als ze uit de oppositie komen, de facto nooit goed zijn. De facto nooit goed zijn. Misschien wat in cultuur uitgezonderd. En ik heb in leefmilieu gezeten, in binnenlands bestuur en landbouw. Dus echt, dat is een uitzonderlijke eiland, dat culturele eiland. Maar dan nog. Maar dus dat totaal gebrek aan openheid. Een totaal gebrek aan het zoeken naar waar dan verstandhouding zou kunnen zijn. De facto nee zeggen, want ja, het past niet in het politieke tactische spel dat we spelen. Dat is mijn grote pijnpunt, dat ik met dat Vlaams parlement ervaar. En het gevoel dat heel veel parlementsleden marionetten zijn van een particratie. Met een hoofdmarionet en hoofden van een voorzitter in het parlement, die hier de schone schijn mag ophouden. Wat vindt u van de nieuwe parlementsleden? Wel, ik heb al een aantal commissies en vooral plenaire zittingen in een hoekje van mijn computerscherm meegevolgd terwijl ik andere dingen deed. Maar niet elk debat is even interessant. Maar er zijn toch wel een aantal goede debatten geweest, vind ik. Ik durf dat ook wel zeggen. Corona leidt daar natuurlijk ook toe, omdat er precaire situaties zijn en zeer fundamentele debatten, scherp. En er zijn een aantal interessante nieuwe mensen, vind ik, in het parlement. Die heel fijne dingen doen en die ik met plezier kan aanhoren, moet ik zeggen. Hanne Zandaf bijvoorbeeld, of een Tom de Meester, of Shihan El Kawokiwi, Jeremy van Eekhout bij Groen. Eerder ook jonge mensen die ik noem, niet toevallig. En nog een aantal anderen, maar die vallen mij het meest op. Het is ook wel niet toevallig dat er van 3 of 4 van de oppositie zijn en maar eentje van de meerderheid. Hè? Er zijn ook een aantal meerderheidsmensen die, vind ik, stevig doorgroeien en mooie dingen doen. Ik vind dat Orrie van der Wouwer bijvoorbeeld in de commissie cultuur zit. Maar ook over mensenrechten, die brede thematiek van gelijkheid vaak tussenkomt. Wel fijne dingen doet bijvoorbeeld aan doorgroeit, dat is nu geen nieuw iemand. Dus er zit echt wel intelligentie en wijsheid in het parlement, daar zal het niet aan liggen. Zeker niet. Zeker heel veel goede mensen. De meeste daarvan zwijgen blijkbaar, horen we niet, hè? Of hoor je nooit. Die doen alleen op een stemknop op afstand. Dat is alles. Goed, dat kunnen ze niet altijd zelf aan doen, dat is duidelijk. Ja, het ligt niet aan het potentieel van de parlementsleden. Er zijn heel veel goede mensen, dat is het dus niet. Het gaat over de ruimte die ze krijgen of het gehoor dat ze krijgen bij de uitvoerende macht. En zolang die verhouding niet hersteld is en evenwichtiger vooral is, is het vaak praat voor de vaken. Dat is een van de frustrerende dingen als politicus. Hè? Je maakt vragen, je schrijft resoluties, decreten. En je weet dat voorhand dat in de vuilbak belanden. Oké, als je al politiek doet, moet je ook je visie vertolken, moet je mening geven aan de hand van die instrumenten. Hè? Niet te veel gevraagd waren van. Hè?
Maar als er ook nooit ernstig mee wordt omgegaan, heel vaak worden dingen weggelegd. Maar er zitten fijne nieuwe mensen waar ik maar met plezier naar luister. Ik vind, ik zal het maar eens zeggen, de fractie van de PvdA, hier 4 mensen denk ik, hè. Een fijne club. Hè. Ik vind ook dat de fractie van Groen het uitstekend doet, mijn oude fractie. Bij de SPA zijn er ook een paar nieuwe mensen. Ik zei het, en van de meerderheid moet ik ze nog ontdekken, maar die moeten meestal zwijgen. Hoe die de volgende keer zullen herverkozen worden, dat zal het partijsecretariaat moeten over beslissen, want de kiezer zal ze niet kennen. Mist u het parlement? Wel, ik heb nee en ja opgezet op mijn kladje vooraf. Nee, omwille van de onmacht die je zeker in een oppositie ervaart. Aan de andere kant, het is zoiets van, je vecht voor een ideaal, voor mij is dat zo, je vecht voor een ideaal. Op een bepaald moment hap je daar adem omdat het niet meer lukt, of dat het niet lukt. Hè. Je bent ten einde raad, wat moet ik nog doen om iets te realiseren? Maar ik mis het daarom niet, maar ook omdat ik denk dat je dat politieke werk niet heel je leven mag doen. Hè. Ik kon eigenlijk nog, mijn gezondheid laat perfect toe om hier nog eens een Turken mee te draaien. Hè. Maar ik vond het genoeg. Ik had zelf het aanvoelen dat het volstond. 15 jaar in het parlement, 5 jaar in het kabinet, 20 jaar in de landelijke politiek. Ik denk dat je creativiteit en je wat off-bot ook, niet je werkkracht, maar wel inspiratie. En het vers bloed altijd zinvol is. En dus in die zin, ik had een uitdaging en een andere uitdaging genoeg om te doen. Maar ook die frustratie, hè, die frustratie over dat onmachtig parlement. En mis ik het? Ja, mis ik het toch ook, ja. Het is een nee en een ja. En de ja zijn de debatten. Hè. De debatten op niveau met argumenten. En waar het echt over de retoriek gaat en over de argumenten uitwisselen, die mis ik wel. Zelfs al krijg je dan tegen je kop en word je uitgescholden. Nee, dat hoort bij de debatcultuur. En dat mis ik. Maar ik moet ook zeggen dat ik met plezier kan ook genieten van een goed debat in dit parlement. Met die nieuwe jonge mensen bijvoorbeeld. Absoluut. Er zijn ook een aantal ministers waarvan ik vind dat ze ook goede debaters zijn. En zoals Hilde Krivits bijvoorbeeld, of even opletten wat ik zeg allemaal, hè, die delicaat. Maar er zijn wel nog een aantal mensen die dat hier op een fijne manier doen. Fijn, niet inhoudelijk de mijne, hè, maar de stijl die onze minister van Onderwijs vind ik ook wel een stijl heeft. Hij gaat de mensen op argumenten in, hè, en hij probeert die te weerleggen als hij ze niet oké vindt en hij haalt de zijne boven. Ik vind die debat is een kernbegrip in het functioneren van een instrument als een parlement. Hè. Het woord is hier met name de drijver, de drager van alles, hè, het woord. Hè. Hoeveel beeld je er ook mag over maken, het gaat altijd over dat woord en dat woord draagt je inhoud. En wie niet mondig is of niet goed kan schrijven, telt hier ook niet mee. En dus in die zin is debat cruciaal in dit element en die bouwsteen van een democratie. Dus dat is fijn. De realiteit is dat die meestal niet zoveel effecten heeft op termijn, die debatten. Hè. Want is dat, gelukkig is er nog de democratie die als principe heeft dat de meerderheid zich moet verantwoorden. Ook aan de oppositie. Want anders zou het helemaal droevig zijn. Dus in die zin zijn die debatten wel interessant. En ik mis die wel eens. Ik deed er ook zelf heel graag aan mee. En dan de bijhorende aandacht die je dan ook in media krijgt. Politici zijn de facto ijdel. Mezelf inbegrepen, denk ik. En dat, dan denk je, ach ja, ik mis dat niet. Dat mis je natuurlijk wel een beetje. Dat is onvermijdelijk. Maar ik heb er 20 jaar in gefunctioneerd in dat politieke bedrijf. Ik doe het nog een beetje in de achtergrond. Ik vind het een fijne plek om te doen en ik laat het graag aan anderen. En ik werk ook mee aan allerlei initiatieven van mijn opvolgers. En dat vind ik een heel comfortabele plek nu. Dus ik bedoel, ja, nee, het is heel fijn geweest. Maar ik wil graag andere dingen doen. Wat doet u nu? Ik heb altijd gezegd, ik ben politicus en muzikus. Hè?
Het tweede leuk is helemaal gebleven. Het eerste leuk heb ik, de actieve politiek heb ik echt gestopt. Ik bedoel, ik zit in geen enkele politieke structuur meer. Nog een partijbestuur, nog lokaal, nog nationaal. Maar ik ben heel veel bezig met een aantal culturele organisaties waarvan ik in het bestuur zit. Als een soort van veredelde vrijwilliger. Ik ben voorzitter van een kunstencentrum. Ik zit in het bestuur van een circusorganisatie, van een sociaal-artistieke organisatie. Ik trek mee de belangenbehartiging van het cultureel erfgoed in Vlaanderen. Zo zijn er een stuk of 6, 7 engagementen die vrij intens zijn. Hè. In een bestuur aan mensen als voorzitter, waar ik nu iets meer tijd voor kan maken dan vroeger. En dat doe ik met liefde, terug dicht bij vloer, dicht bij in de praktijk. Hè. In de praktijk, de levende culturele praktijk. Ik blijf ook schrijven. Ik schrijf wel eens mee aan opiniestukken en ik blijf ook stukken publiceren. Vooral in vakbladen. Deze maand nog 3 of zo. In Boekman kan je in Nederland en Recto Verso, als het over cultuur gaat. In kranten, gisteren in de morgen nog eentje meegetekend. Ik bedoel, ik blijf schrijven over cultuur, over media, over landbouw, dat is mijn thema zo. Over bestuur ook, over goed bestuur. En ja, en dan verder ondersteun ik nog een aantal steden en gemeenten in Vlaanderen rond hun cultuurbeleid. Een beetje mijn expertise ter beschikking stellen van ontwikkelingen bij hen. De uitbouw van een intergemeentelijk samenwerkingsverband rond cultuur, de bouw van een nieuwe zaal, het functioneren van een dienst of een cultuurcentrum, noem maar op. Een soort van consultancy light of zo zou je het kunnen noemen. Ook dicht weer bij praktijken eigenlijk. Hè. En ik ben dan ook nog een beetje zelf opnieuw aan het studeren gegaan. Hoe zou het ook kunnen dat het over cultuurbeleid zou gaan, hè? Dat studeren. Maar dus, ik heb in mijn leven heel veel kunnen doen. Ik zeg altijd voor, op en achter de scène. Hè? Als metafoor van als kunst, als artiest, als organisator, als programmator en dan later ook als beleidsmaker er rond. Dus eigenlijk die 3 dimensies. Maar ik heb eigenlijk altijd zeg maar het wetenschappelijk academische van de sociale wetenschappen gemist. Hè? Ik was daar altijd ook toe aangetrokken. En nu biedt zich nog die gelegenheid aan om daar werk rond te presteren. En dus te proberen te beschrijven welke soorten cultuurbeleid bestaan. Wat is dan een progressief cultuurbeleid? Wat zijn daar kenmerken en principes van? Hoe gebeurt dat in Europa en eventueel in de rest van de wereld? Waar liggen verschillen? Allemaal vanuit de gedachte van, het kan in Vlaanderen nog veel beter. Hè? Laten we maar wat bouwstenen aanreiken om dat in Vlaanderen nog te verbeteren. Enfin, als ik dat allemaal samenleg, is mijn tijdsindeling nog altijd stevig. Want ja, dan wordt er nog eens gebeld door belangenbehartiger. Of mijn opvolgers in de fractie. Bart, kunnen we nog eens brainstormen daarover? Kunnen we daar nog eens iets rond doen? Maar dat vind ik wel fijn, omdat ik niet meer de drag... Alleen je moet die last niet meer dragen. Niet van het iedere keer het woord te voeren, de teksten te produceren. Maar je kan nog input leveren. Dus je bent nog betrokken, zonder dat je moet het gewicht torsen, als ik het zo mag zeggen. En dat vind ik vrij comfortabel. En ik doe het met liefde. Ik kom hier dan ook nog regelmatig. Ik zit ook in de raad van bestuur van de VRT bijvoorbeeld. Hè. Dus ja, dat is ook een vrij intense bezigheid. Dus ja, ik zit niet ver af van een aantal ontwikkelingen, maar toch altijd. Hè. Vroeger was het beleid over de VRT. En nu is het beleid van de VRT. Waar ik mee over praat. En dat vind ik heel interessant. Dus nee. Moest ik in het zwart gat vallen, dan zou ik daar misschien anders over praten. Maar de wereld wordt niet alleen veranderd, heb ik altijd gezegd. Je kan Vlaanderen niet veranderen door decreten te schrijven en te stemmen. Je moet ook de bevolking mee hebben. Mensen moeten ook geloven dat wat je stemt zinvol is. En nu zit ik weer aan de kant van we timmeren mee aan de samenleving. Aan die kant van de vloer, van dichtbij mensen. Van mensen van, kijk eens waarmee we bezig zijn met die artiesten of met die vereniging of met dat museum, met die erfgoedorganisatie. Kijk eens wat we gepresteerd hebben, wie we bereikt hebben, wat we doen. Well, dat is bouwen aan dat draagvlak voor een samenleving en dan ook voor beleid. Hè? Het gaat samen. Hè? Het is niet, je verandert de wereld niet bij wet, zeg ik. Hè? Verandert niet bij decreet. Nee, je moet het ook op de vloer doen.
Er zijn miljoenen Vlamingen die dat ook elke dag doen. En ik ben er ook weer een van. Ik vind dat heel tof.